Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue voor tarotkaarten, readingen, voor tarotkaarten kijken, orakelkaarten kijken, meditaties, tweelingzielen, readingen, liefdesreadingen. Ja, en ja, ik wou deze kaarten dek laten zien. Dat is de Wheel of the Year tarot. De ene kant staat dit op en de andere kant staat dat op. En het komt weer van die Chinese maatschappij. En het is Maria Karati. En illustratie is van Antonella Platano. Ja, ze hebben ze heel mooi nagemaakt. Er zit geen boekje bij natuurlijk. Maar ze lijken ook weer op de reden waar je tarot, dus eigenlijk heb je helemaal geen boekje nodig. En dus zo groot. Ik denk dat ze echt in een slag groter zijn. Niet echt overdreven groot volgens mij. Ik weet ook niet hoe dat boekje eruit ziet bij de echte. Maar laten we kijken. Deze zijn glimmend. Ja, ze zijn soepel. Ik vind ze mooi. Voor dat geld. Voor die hooguit 6 euro met verzenden. Nou, laten we kijken. Dit is een mooie achterkant. Het is een beetje mat glanzend. En dan deze voorkant is ook mooi glimmend. Heel mooi gedaan. En dan de wands op zijn paard. Temperance. Six of Wands. Ja, ik vind dat echt hele mooie kaarten deze. Heel mooi nagemaakt. Kracht. King of Pentacles. Ze zijn ook in verschillende talen. Muntenkoning staat hier ook. Zie, Muntenkoning hier. Er staan in 4 talen erop. Dus nog makkelijker. Dat is de dwaas. Lijkt net het wiel, hè? Maar het is of het rad. Maar het is de dwaas. Die gaat zo van die berg afrollen. En dit is muntenaas. Staat er. Drie of Pentacles, munten 3. De keizer. Op zijn paard. Weinig in beweging. Ja, 3 of cups, 3 bekers, 3. Nou, is het niet mooi om nagemaakt? 7 van bekers. Ze maken steeds weer nieuwe decks. Ik heb er nou weer een stel besteld. Maar ik kijk wel of het wel makkelijk is. En, want je schijnt ook nog dat er een code soms op bepaalde pakjes staan. En dan kan je dan scannen of zo en dan krijg je de gebruiksaanwijzing. Maar ja, ik weet niet hoe dat werkt. Maar dat schijnt wel te kunnen bij dat bedrijf. Drie van staven. Dit is de toren. Dat ziet er dus gewoon een boom. Waar de fik in slaat. Ja, de Queen of Cups. Drie van zwaarden. Met allemaal beesten erop. Uilen. Knight van zwaarden. Ridder van zwaarden. Zwaarde koningin, ik kijk heel boos. Lijkt wel die heks of van de sneeuwwitje. Die kijk ook altijd zo, hè? Die stiefmoeder. En dit is de kluizenaar. Met zo'n lampje. Ja, Two of Cups. Vijf van staven. Bekers koning.
Wevenstaven. Hierophant. Ja, dat is de gehangene. Muntenprinses. Van bekers, ja, die loopt dus weg uit de situatie. Lijkt heel veel op de Rider Waite. Vier van staven, dat is de tweelingzielkaart eigenlijk, hè. Een gelukkig gezinsleven, hier is dan een boomhut. Twee van pentacles. Dingen in balans brengen, daarom zitten ze natuurlijk op de wipwap. Dat is ook iets van balans. En dit is zwaar de koning. En dit is de wereld. Dat is wel een hele aparte kaart voor de wereld. En dit is 9 van zwaarden. Die zit helemaal achteraan de vogels. Dat is de gewonde strijder eigenlijk. En dit is de zon. De aparte zonkaart. En dit is 4 van zwaarden. En dit is de doodkaart. Valt mee. Geen doodskop. Wel zo'n sikkel. Wel zo'n sikkel. Zo'n seis eigenlijk, hè. Aas van zwaarden. Dit is het rad. Mooie kaart voor het rad. En dit is staven koning. Dit is twee van zwaarden. En dit is 10 van munten. En dit is de keizerin. En dit is 7 van munten. En dit is 7 van staven. En dit is 9 van bekers. En dit is 8 van staven. Dit is 7 van zwaarden. En dit is 8 van munten. Dat is hard werken. En dit is gerechtigheid. Dit is 5 van munten. Ja, dit is mijn favoriete kaart. Achtergelaten in de kou, maar deze man is achtergelaten in de regen. En ik hou van paddenstoelen. Ik vind het prachtig, die grote met witte stippen paddenstoelen. De vliegerswam is dat, geloof ik, hè. En dit is 10 van zwaarden. Je einde aan de situatie. En dit is staven aas. Ja, gelukkig staat er allemaal op in het Nederlands, ook zelfs nog. Dat is uniek. En voor een buitenlands dek. 10 van staven. En 9 van munten. Stavenkoningin. Stavenprinses. Ja, die prinses is dan waarschijnlijk de page. De schildknaap. En dit is 4 van bekers. En dit is de geliefde. Vind ik ook een hele mooie kaart. En dit is de bekers aas. Met een kaarsje erin. En een elfje.
En dit is waar de prinses. Ook grappig. En dit is de ster. Dit is het oordeel. En dit zijn de Six of Cups. Beker 6. En dit is de magier. Dit is de maan, de zitsop. Dit is de duivel. Dit is 8 van zwaarden. Muntenkoningin. Dit is 10 van bekers. Gelukkig gezinsleven. Dit is 6 van zwaarden. Dit is 9 van staven. Dit is 5 van bekers. Het is de hoge priester. Hier is een stukje af. Dit is de chariot. Ja, is al een beetje beschadigd helaas. De laatste kaart. Het past ook wel slecht in het doosje. Goed, dit was dit setje. Dankjewel voor het kijken. En ja, als je me leuk vond, geef me een like. Doeg!